NSC-TV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door De Wit Schijndel en voetbalshop.nl. Vanuit Marbella in Spanje houdt NSC-TV op de hoogte van het trainingskamp. En dat start vandaag al met een oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Het eerste half uur verloopt zonder bijzonderheden met wat kleine kansjes over en weer. Maar na een half uur was het raak voor de Rotterdammers, want Spartaan Greg Goodwin tikt de 1-0 tegen de touwen. Op basis van de eerste helft was Sparta de betere ploeg. En dat werd beloond in doelpunten, want via Stijn Spiering scoren de Kasteelheren ook nog de 2-0 voor rust. In de tweede helft mogen 10 frisse spelers de mat betreden en die verfrissing bracht meteen resultaat. Want na een corner van Ferdi Karioglu wist Julian van Haken uit de kluts tot scoren te komen. Een veel venijniger NEC in de tweede helft was drukzoekende naar de gelijkmaker. Met nog zo'n 20 minuten op de klok waren daarvoor ook voldoende mogelijkheden, maar zowel van Haken als Mahi raakten de paal. En zoals een oud voetbalgezegde spreekt, werd dat ook uiteindelijk werkelijkheid. Want waar NEC de kans niet wist te verzilveren, was het Sparta Rotterdam die de oefenwedstrijd op slot gooide. Loris Brogno bepaalde de eindstand met 3-1. Na de wedstrijd sprak NEC TV in het kort met aanvaller Mohamed Rai. We zijn maandag begonnen in Nederland. Dinsdag gelijk naar Marbella gevlogen. Ja, het is wel even wennen. Je hebt 2 weken niks gedaan en nu trainen we volle bak. Dus... ja, zware benen, maar klaarmaken voor het tweede seizoenshelft. Ja, zware benen, dan staat meteen een duel tegen Sparta op het programma. Merk je dan ook die vermoeidheid? Ja, tuurlijk. We hebben vanmorgen een lange sessie gehad. We hebben gisteren een lange sessie gehad en gevlogen ook nog. En we hebben allemaal een helftje gespeeld. Dus was een beetje balans tussen team creëren. En ja, je ziet bij iedereen wel vermoeidheid, maar ja, dat is normaal. Op trainingskamp moet dat wel. Ja, op de ranglijst in de Eredivisie sta je 1. Plekje boven Sparta. Hier ga je toch met de verliespartijen van het veld af. Wat zegt dat nou? Nee, dat zegt helemaal niks. Zij spelen met 2 verschillende teams. Wij spelen met 2 verschillende teams. Een beetje gemixt. En ja, er komt geen druk bij kijken. En is voor beide partijen gewoon lekker voetbal. En je ziet dat de tweede helft wij gewoon veel beter waren. Alleen bij hun valt iedereen en bij ons niet. Veel beter inderdaad. En dan krijg je hem eigenlijk op de verkeerde kant om de oren. Je had wel meer verdiend, hè? Ja, tuurlijk. We schieten 2 keer op de paal. We hebben nog tweede helft. Spelen we alleen op hun helft. En dan kan je die 2-2 en kan je zelfs de 2-3 maken. Alleen dan valt hij op het einde bij hun en dan is de wedstrijd gespeeld. Waar komt dat door? Ja, efficiëntie bij ons niet goed. Ook een beetje geluk. We schieten 2 keer op de paal. We krijgen geen penalty. En hun krijgen gewoon 1 kans en zijn gewoon dodelijk effectief. NSC-TV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door De Wit Schijndel en voetbalshop.nl.